ga hier samen met Jolien en Vincent de triathlon doen. Ik ga 5 kilometer lopen. Tot nu toe heb ik het bij de training altijd met Evi gedaan. Maar iemand die er echt veel van kent is Cedric van Brantegem. Hallo. Dag Rick. Hey. Ja, Cedric, ik weet er echt niks van, maar het is wel zondag zover. Het gaat ook 30 graden zijn. Heb je al meteen een paar tips als het zo warm is? Hoe moet ik het aanpakken? Vooral veel drinken. Ik denk, ja, het is al zondag natuurlijk, hè, dus we zijn er een beetje laat bij als coach. Maar hebt u heel goed voorbereid met Evi? Ik denk dat dat een heel goede basis is. Dus vandaag denk ik, ga ik je gewoon een paar tips geven om wat je daar in de theorie geleerd hebt en hopelijk in de training al gedaan hebt, ja, om dat in de praktijk een beetje om te zetten. Cedric, zondag gaat het heel warm zijn en wij gaan onze triathlon doen. Wat moeten wij eten en wanneer? Ja, Rick, geef dat eerst maar aan mij, want jij moet op je techniek focussen. Ja, ik zou zeggen, het is heel belangrijk om niet met een lege maag te lopen. Want als je dan vocht gaat binnennemen, iets drinken, dan gaat het allemaal voelen klutsen. Je kunt dan ook gemakkelijk krampen krijgen. Ja. Anderzijds moet je zeker ook geen volle maag hebben, want dan krijg je zeker krampen. En dan vlak voor de wedstrijd nog een energiebar of een banaantje om toch weer een beetje energie te hebben. Dus dat zou ik aanraden. Oké, okay, ze zijn er, mannetjes. Ik ga ze even tegemoet lopen om te zien hoe dat, op hakken trouwens, hoe dat ze het gedaan hebben. Hè. Alright, mannetjes, woehoe! Goed gedaan. Cedric, wat denkt u van onze vriend? Ja, ik vind het wel goed. Ik heb een paar extra tips gegeven, hè, rond het eten en een beetje de techniek, de ademhaling. Maar ik denk dat een half uur zeker mogelijk is. Ik heb zelf een pronostiek gedaan dat hij 27 minuten gaat doen. Dus ik denk dat goed beter dan een half uur. 27 minuten? Ja. Dat komt helemaal goed, hè?